Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en de wethouder is geweest. En hopelijk gaat er iets gebeuren. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ik las in de bladen een stukje over Kasteren, over de weg hier die nogal gevaarlijk is. Ja, de reden dat we in de krant staan is dat de buurt het beu is, het harde rijden met name. En inderdaad, er zijn een aantal straten hier, met name via het centrum van Liemden. Als je de A2 afrijdt, kom je via de Molenstraat hier in de G. Mondersestraat. En dan rij je door via Onrooy. En heel veel, volgens mij, sluipverkeer vanaf Schijndel, veel. Dat is natuurlijk wel een beetje logisch. Een jaar of 20 geleden is de A2 afrit afgesloten. En mensen moeten eigenlijk via Boksel Noord rijden. Ja, maar het is heel omslachtig. Ik weet het uit ervaring. Langs de rotondes en stoplichten. Ja, het zal qua weg ongeveer hetzelfde zijn, maar je moet daar inderdaad, heb je flitskasten. En kan je niet zo hard als hier. We hebben 50 huizen en bij elkaar komt het dan op 1600 weggebruikers op één dag. Dat vind ik best... 1600 weggebruikers per dag? Dat vind ik toch wel veel, ja, voor zo'n mooi landelijk weggetje. U fietst hier heel veel? Ja, ik fiets hier heel graag en heel veel. Het is hier een hele mooie natuur. Maar de weg, hè? Ja, de weg, dat is soms levensgevaarlijk. Soms? Nou, vaak, elke dag. Er wordt heel hard gereden, de weg is te smal, de weg is slecht en ze mogen 60. Waar heb je last van? Nou, last, het is gewoon gevaarlijk. Gevaarlijke situaties. Je hoort die bandjes heel veel trillen. Ja, die zijn hier. Ja. Denk je, waarom hebben ze die aangelegd? Ik heb begrepen dat ze dat hebben gedaan om de weg toch iets te verbreden met het inhalen. Want als je dat niet doet, dan gaat de berm, die wordt dan aangetast. En ja. Er komen dan kuilen in. En dan staan ook maar als je inhaalt en over deze dingen rijdt, dat is een gigantisch lawaai. Het is enorm lawaai, ja. Ik word er soms wakker van, ja. 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 Ja, en dan heb ik oordoppen in en een raam dicht. Dus dan, ja, en dan word je nog wakker. Ja. En hoe laat begint dat? Of hoe vroeg? Vanochtend was 7 uur dat ik er wakker van werd. Ja? Ja. Maar daar staan ze natuurlijk niet bij stil, hè, als ze dat aanleggen. Maar, ja, dat is een goede uitdrukking. Staan ze niet bij stil. Maar ze rijden gewoon te hard eigenlijk. Op. Ja, kijk, we hebben gezegd 60. Ik denk, misschien weten mensen niet dat ze hier 60 mag. Ja, hebben van die bordjes. We hebben zelf die bordjes weggezet. Ja, ieder huis heeft zijn bordje, maar bij ons was hij al dezelfde dag al omvergereden. Ja? En zijn ook allemaal weggehaald. Dus ik weet niet. Weggehaald? Ja, er staan er nou nog 2 in de hele straat. Dus, bij u ook weggehaald? Ja, ja, ja. Die zijn het er niet mee eens, denk ik. Nou, we hebben met de buurt... Pas op. Dat laatst zijn er... Laatst zijn er in een maand tijd 2 honden en een ree doodgereden. En dat was eigenlijk een beetje de druppel. En hebben een paar mensen van de buurt zijn bij elkaar gekomen om te kijken van wat we kunnen doen. Ja. Hebben we eerst via Veilig Verkeer Nederland hebben we een enquête op laten stellen hoe mensen zich hier voelen. Als fietser, als wandelaar en als automobilist. En daar hebben... Er zijn maar 50 huizen in deze straat en daar hebben 73 mensen op gereageerd. Zo. Waarvan 85% die heeft aangegeven van ja, ik voel me echt heel onveilig. En deze boom waar we nu bij staan, die heeft ook een verhaal. Ja, die boom die ziet, die is helemaal gespleten. Hij heeft het gelukkig wel gered, maar daar is een automobilist die gewoon met de telefoon aan het spelen was, vol tegen aangeklapt. Zo. En dit is een voorbeeld van wat hier gaande is. Goedemiddag. U wandelt hier vaker met de hond? Ik wandel hier iedere dag. En ja, wat vindt u van deze weg? Ja, levensgevaarlijk. Waarom? Ja, het verkeer rijdt hier te hard, het is te smal. Ja, er zijn zoveel zaken, ongelijk. Het is een drama, vooral in de avonduren. Dan is het hier eigenlijk... Ik heb dan normaal ook een reflecterende jas aan. Ze rijden hier... Blijf hier ook echt hard doorrijden. Het is echt onverantwoord. U rijdt regelmatig hier op deze weg. Hoe gevaarlijk is deze weg? Ja, druk. En vooral de kant. Hè. Hier is het nog redelijk. Maar soms zijn er heel kuilen in de kant. En ook met de auto is dat heel lastig. En ja, dan komen van twee kanten komen de auto's. Dan is het gewoon heel lastig. En voor als fietser is het helemaal... En er wordt best hard gereden. U loopt hier met uw hond. Ja. Is de weg gevaarlijk? Ja, best wel, hè. Het is best smal en eigenlijk niet voor voetgangers geschikt. Wat zou nou een oplossing kunnen zijn? Meer en hogere drempels. En eventueel afsluiten voor geen bestemmingsverkeer. Oké, wat denk jij?
Ja, ik heb daar zelf persoonlijk niet zoveel verstand van, maar ik weet dat de buurt ook al heel lang bezig is geweest met van alles. Maar ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als het alleen voor bestemmingsverkeer zou zijn. Maar ja. Dat is natuurlijk niet helemaal haalbaar. Ja, maar ik zou zeggen om de 100 meter een flinke drempel van die sluizen. Ja, net als in het dorp in Liemde. Ja, ja, gewoon sluizen dat je op elkaar moet wachten. En toch iets voor de voetgangers maken en voor de fiets. Dat, er ergens, dat ze daar gewoon veilig kunnen lopen. Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en de wethouder is geweest. En hopelijk gaat er iets gebeuren. Heeft de wethouder nog iets kunnen beloven? Nou, hij wel. Hij neemt het heel serieus. Dat vond ik echt wel fijn. Hij heeft ook heel snel gereageerd op onze mail. En hij is ook zelf meteen gaan wandelen. En hij kent het ook. En hij voelde ook de onveiligheid als weggebruiker. Dus nee, hij neemt het heel serieus. En hij gaat nu de uitslag van de enquête die we hebben gehouden van Veilig Verkeer Nederland bestuderen. En dan krijgen we daar eerst een reactie op. Oké, dankjewel. En dan, ja.